Hoi allemaal, welkom bij deze nieuwe video. Ik zit vandaag met Ruud en dit is voor het eerst in ons leven dat hij een echte mukbang wil opnemen. Want ik werd benaderd voor een samenwerking, dat is echt goals voor mij. Ik heb zeg maar liever sushi dan horloges of iets, want sushi is gewoon echt mijn leven, dat weten jullie misschien wel. En toen hij hoorde hoeveel lekkere sushi we gingen eten, toen wilde hij gelukkig wel. En ik heb ook op Instagram allemaal vragen gesteld, er zijn echt meer dan 150 vragen gekomen. En we hebben dus een samenwerking met Sushi Point. Dat is niet gesponsord natuurlijk, maar ik heb de sushi gekregen. En we hebben allemaal boxen en zo, dus de waarde is echt over de 100 euro. En hier zit een soort van, we hebben dus nog echt niet gekeken, maar volgens mij zitten hier sojasausjes en zo in. Ik heb echt heel erg mijn best gedaan dat de sushi scherp gaat zijn. Het kan dat het iets waziger is dan wij, maar volgens mij is dat prima. Ik sta echt met mijn hoofd. Sushi Point. Wow, het is echt heel erg chic. Luxe. Het staat hier dus mengen sojasaus met wasabi. En iedereen zegt altijd dat het niet mag. Dip de sushi op zijn kop in de saus en proef de heerlijke smaak. Heerlijk, dat zeggen ze hier. Maar het is dus voor 6 personen. 5. We hebben servetjes. Dat is ook wel heel chill. Het is echt heel luxe. En dus ook bakjes. Wow. Oh ja. Dus we hadden geen bakjes dus meer nodig. En we hebben hier nog een reserve. Met nog 3 bakken en sojasaus. Boy, yo. Oké. Alles geprepared. Nu kunnen we echt beginnen. Ik heb er zoveel zin in. Zal ik even vertellen wat we allemaal hebben? Of zal ik het gewoon tijdens het eten doen? Maar ik vertel het wel even, want het is echt bizar. Dit is dus een box. Die is de waarde van 50 euro en die kost 30 euro. En dit heet de... Weet ik niet hoe deze box heet. Het was een New York box en nog een box. Maar hier zit echt... Dit is California. Dit is softshell AB fry. In avocado gerold. Dit is gewoon zalm, avocado, komkommer. Dit zijn zalmmakies. Zalm nigiris, tonijn nigiris. Komkommermakies. Zalm sashimi. Weer tonijn nigiri. Oh ja, we hebben dus iets heel bijzonders. We hebben dus... Daar hou ik niet eens heel erg van. Maar met gerookte zalm en sushi. Maar ik wou het gewoon proberen. Met truffel. Wow. Dat is deze. Het is echt... Hebben ze veel meer dan andere... Ja, ze hebben hele bijzondere sushi. New York Truffled Salmon. We hebben softshell avocado. We hebben New York Spicy Abi. Dus we hebben 2 met Abi. En dit is in... Wat is dit nou weer? Granaalcocktail. Nee, dit is inderdaad goenkaan. Zalmtartar. Volgens mij in komkommer. Komkommer gerold in plaats van zeewier. En dan zalmtartar. En weer zalmnigiris. Nou, het is echt... Insane, gewoon. Rucola of sushi, dat wil ik echt nog nooit gezien. Die is echt heel bijzonder. Oh my god, oké. Ik ga de wasabi gewoon... Ik krijg altijd kritiek dat je het niet erin mocht doen. Record hier dan? Ja. Oh, welke ga je als eerst... Oh, en we hebben hand rolls. Hoe noem je dit? Rainbow rolls. Kijk, dit zijn de rainbow rolls. Oh, die toppings zijn echt niet normaal zo mooi. Mooi, hè? Deze, ja. Echt heel mooi. Wie kijk je? Ook sashimi, hè? Oh, ik heb het echt niet laten vallen. Wat is het zwaar? We hebben echt heel veel. Maar wow, er zit gewoon chili op. En deze. Het is echt te zwaar. Ik ga het echt neerzetten. Ik wil denk ik even beginnen met een blakje sashimi. Echt? Ja, vind ik echt heel lekker. Oké, ik ook. Wow, je ruikt echt niks van de zalm. Ah, hey, Bobby haar. Ik ben zo benieuwd. Mmm. Lekker. Wow. Dat is echt niet normaal. Niet normaal, hè? Oh. Ik heb nog nooit zo'n goede geproefd. Hij is zo zacht. Dus niet ja, maar wel de temperatuur structuur. Ook. De structuur. Ja, maar hij valt. Je kan met je tong hem kunnen doorbijten. Ja, maar het is niet zo'n heel. Heel. Je hebt ook wel dat hele zacht, hè? Ja. Wij analyseren altijd. Hoe ga ik een tonijn hier nemen? We nemen nu de Abby Fry met de chili. Ja. Mm. Wat zit er allemaal in? Komkommer, avocado. Wow. Eigenlijk ook dezelfde proeven. Is die heel pittig? Veel leuker. Wat? Veel leuker dezelfde. Ja? Wat de ervaring delen. Heel lekker. Mm. Ik ga die truffel zalm nemen. Ik moet ook nog vragen beantwoorden. Maar eerst willen we even alles proeven en dan gaan we de vragen doen, ja? Ja. Toch? Ja. Ik ga even mijn handen doen. Oké, ik begin al. Nee. Wow.
Wow. Dit smaakt echt naar chips of zo. Bijzonder. Het smaakt niet naar sushi, maar echt naar een soort toastje met... Nee, nou die pizza. Die weet je wel. Oh, die pizza van Appie. Met truffel. Truffelolie. Wow, is lekker. Heel lekker. Welke nu? De gewone? Maar XL? Ja, ik heb zoveel honger. Ik wil alles geproefd hebben. Okay. Deze ben ik ook zo benieuwd naar. Ja, dit is gewoon komkommer, avocado en zo. Wil jij ook wasabi erbij? Ja, ik kan. Heb je erin? Mm. Echt goede kwaliteit. Lekker zeg. Jeetje. Ik dacht ook, eerst ging ik allemaal dingen bestellen die we altijd doen. Toen dacht ik, nee. Dan kun je juist je boxen met dingen die we niet kennen. Heel lekker. Ik ben heel veel benieuwd naar deze. Jij ook? Dit is dus zo'n hele mooie. Maar wat zit erin? Oh, er zit zalm in. En dan is het een... Je kan eentje met tonijn, met avocado of met zalm. Doe eentje met tonijn. Ja? Wacht, dan pak ik deze. Jeetje, maar dit is zo zwaar. Huh? Oh, je moet hem hier pakken. Oh, het zijn kleinere stukken. Dus hoe werkt dat stuk dan? Nee, is dat een hele dikke? Oh, dit is een huge. Wow, dit is een goeie voor thumbnail. Ruben heeft echt een enorme. En ik heb een hele kleine. Lekker. Ik heb zalm en tonijn samen. Wow. Oké, daar gaan we. Snel voordat je uit elkaar valt. Ja. Mmm. Camera vooruit. Oké, waar waren we gebleven? Deze. Zullen we even vragen bijpakken? Ja, we moeten eerst even alles... Ik wil gewoon alles proeven. Ik moet gewoon alles proeven. Heb jij dat niet? Maar ik moet wel de vragen beantwoorden, want normaal doe ik dit niet. Jij moet ook die. Dit is Abi met soft avocado. Dit gaat echt onze lieveling zijn. Denk ik. Kijk, cheers. Mmm. Oh. Deze vind ik heel lekker. Deze nemen wij nooit eigenlijk. Het is gewoon California. Maar ik vind het wel lekker voor de bij ofzo. Zo lekker. Nou. Mm. En hier ligt dus heel veel gember. Daar ben ik ook heel blij mee. Hier ook, hè? Oh, en hier ook nog. Ik wil die proeven. Oh ja. Dit is... Volgens mij, oh, dat is voor mensen ook die niet van zeewier houden. Helemaal aan het begin scrollen? Ja. Ja. Bobby die probeert dus uit iets nieuws. Hij denkt dat hij onder de kast past en het is afgevallen. Oh. Dit is veel te dik. Oh, lekker. Wow. Voor het eerst dat ik sla lekker vind in sushi. Ik heb sla niet zo maken. Het is echt lekker. Hi. Okay. We gaan deze eten en dan gaan we eerst vraag doen. Dit wordt echt een zieke bom. Hoe ga je dit? Ik ga hem zo doen. Als een straaljager. Wow. Jij vindt die lekker, ik wel. Ik wel. Oh. Geen zeewier. Maar nou een rundbouillon of zo. Eww. Niet zeggen. Het is zoutig of zo. Ik vind echt geen vlees. Nee, ik vind hem juist een beetje weeg. Nou, dat is mijn minst favoriet tot nu toe. Meer rundbouillonachtig vind ik het. Ik zeggen, dat vind ik echt vies. Ik eet geen vlees. En nog een keer runder zeggen. Runder. Hou op. Nee, dit is mijn minste. Jou ook? Nou, ik kan wel. Maar dit is dus vroeger dat je niet van zeewier. Dan zou je dus dat hadden kunnen eten. Ja. En nu? Mmm. En hier hebben we er dus maar twee van, maar zullen we hem nemen? Nee, oh ja, dus eerst vraag. Oké. Hoeveel uur later denken jullie dat het mis? Er ging zoveel mis. Ook wat ik zei, de katten die vervelend deden, vooral technisch gezien. We zijn ook beelden kwijt. En ze zeiden, weet je, we gaan gewoon lekker morgen verder. Zelfde outfit, zelfde setting, zelfde sushi. Ik ben benieuwd hoe de sushi smaakt na de koelkast. Smaakt. Want het was best wel goede rijst. Best wel een soort van echt kleefrijst. Dus niet droog. Dus er is een kans dat hij gewoon nog lekker smaakt. Echt heel benieuwd. We gaan gewoon verder en we gaan nu ook vragen beantwoorden. We hebben vragen beantwoord en dat is er nu dus niet in. Maar goed. Het is nu ontbijt. Het is nu ons ontbijt. Maar ja, ik vind het wel lekker. Ik heb nog nooit sushi als ontbijt genomen. Nee, ik ben benieuwd. Ergens denk ik van, nou, vis en ontbijt is niet helemaal... Ja, ik heb er dus echt... Ik kan altijd sushi. Maar jij eet ook zalm als ontbijt. Dat kan ik ook niet. Maar jij zegt van... We moeten even met een naturel beginnen, met zo eentje. Ja, maar ik denk dat jij dat soort dingen nu liever wil. Oh, mag ik je mobiel voor vragen? Ja.
Ik begin even met een zalmpje. Nee, maar het is... Weet je hoeveel uur geleden het is? Het is 10 uur later of zo. Oh, dat was... Wow, is het maar nog goed? Ja? Hoe kan dat? Dat is een goede sushi. Ja. Die wij halen bij maar de Lidl. Maar kan je daar ook echt aan zien of sushi van goede kwaliteit is? Misschien wel. Huh? Wow. Nou, want... vragen we dus af of hun gewoon... Zij? Of zij gewoon verzonnen hebben... Of je die wasabi erheen moet doen, omdat heel Nederland het doet. Ja, maar iedereen zegt dat het niet mag. Ja, precies. Dus daarom snap ik niet dat ze dat zeggen. Ik weet het niet. De enige die me nu niet zo lekker meer lijkt is die, met komkommer. Omdat dat heel nat is. Waarom? Doe jij het er nou doorheen, of niet? We hebben geen gember meer. Ja. Oh, maar ik heb gisteren al die gember lopen opeten. Zie. We hebben dus heel veel sushi gegeten, dus zonder dat het op beeld staat. Oh, lekker. Proef die? Proef nu die? Nee, ik wil die met zo. Het is echt nog heel lekker. Hoe kan dat? Wow, ik geniet er net zoveel van als gisteren. Ik ken echt geen één sushi die na de koelkast nog oké smaakt. Maar ik ben natuurlijk ook echt kritisch. Ja. Oh, die Ebi. Hebben wij deze geproefd? Oh, dat is die truffled salmon. Oeh, die is wel heftig. Vind je het? Ja, denk ik ook. Wij kunnen echt gewoon serieus een uur gewoon eten zonder één vraag te beantwoorden. Weet je dat jij weer van adem haalt voordat je gaat eten? Is die lekker? Ja? We hebben een paar in de ochtend. Heftig, denk ik. Ik ga hem ook nemen. Er zit echt zalm, komkommer. Dat smaakt gewoon een Italiaans gerecht. Ja. Serieus, het smaakt gewoon een Italiaans gerecht. Er zit ook tempura in. Het smaakt in alsof je een broodje Italiaanse serrano ham eet of zo. Ja. Zou ik bedoel? Zo, ik vind zelfs die truffel echt heerlijk. We hebben 187 reacties. Ik vond het wel lekker. Ja. Vinden ze leuk. Net als je had een hele lelijke toen je die had. Dat is echt heel lelijk. Oh, sushi ontbijt echt lekker. Lekker, hè? Zie je? Wow, het is inderdaad best moeilijk om vragen te kiezen. Ja, dat zei ik toch? Ja. Oh, nu is alles weer teruggegaan naar het begin. Wil je vragen? Oh, heb ik het weer weggeklikt? Het was eindelijk bij het begin. Ah. Nou, ik zag er eentje. Waar wil je nog een keer heel graag naartoe? Dat is gewoon leuk voor jou. Jij... Sowieso eerst door Europa. Eerst heel Europa nog willen zien. Heel Europa, echt? Ja, ik zeg ze willen rondtrekken door heel Europa. Ja. Ze bedoel ik ook gewoon Litouwen. Oh ja, daar komt Christina vandaan. En, oh, echt? Ja. Ik dacht, ze Russisch was. Nee, Litouwen. Oh. Want er zijn gewoon heel veel plekken in Europa die, ja, die super mooi zijn. En ik vind wat meun aan Europa, denk ik, omdat het gewoon zo oud is. Volgens mij vind dat. Nou, het is niet de oudste beschaving, dat is volgens mij Griekenland. En Egypte en zo ook wel. Nee, maar Romein is Europa. Oh ja. Dus je hebt gewoon heel veel cultuurhistorie, zeg maar, in Europa. En daarnaast heb ik heel graag Zuid-Afrika, natuurlijk. Mm. Gewoon, maar dat is gewoon toeristisch, de Big Five. Willen zien. En. Ja, ik weet niet. Australië en Azië, dat trekt me dus niet zo heel erg. Terwijl dat Thailand. Zo, iedereen het doet, ja, zeker. Ja, omdat gewoon zo iedereen echt heel weesp zit in Australië. Ja. Zeg maar. Ja, zo. Dus dat trekt me dan niet heel erg. Het hoeft voor mij ook niet zo ver. Je bent daar echt zo lang aan het reizen en zo. Dat hoeft voor mij niet eens per se. Mm-hmm. En Zuid-Amerika lijkt me echt heel vet. Wat, waar Brazilië, dan? No. Colombia, Mexico. Dat is echt... Mexico ben je nooit geweest. Ik wel. Nee. Ja, maar dat is echt... Ja, maar dat wil ik echt... Met Susanna. Ik wil in ieder geval niet het toeristische, zeg maar. Het zou ook echt leuk zijn als wij een keer met Susanna naar Mexico zouden gaan, hoor. Dat zij ons, ja, gewoon echt... Zij woont juist niet in het toeristische gedeelte. Nee, oké, maar zij woont ook niet zomaar weg uit het noorden van Mexico. Mm. Ik wil meer een beetje richting de tropen en zo, zeg maar. Een beetje zuidelijke. Ja. Chili lijkt me echt heel vet. Chili? Ja. En dan vooral ook helemaal het zuiden van Chili, want dat is gewoon, wordt dan heel koud, hè. Chili is een heel lang land, dus het begint echt bij de Evenaar en het eindigt gewoon bijna in een soort Noordpoolgebied. Mm-hmm. Dat lijkt me ook echt heel vet. Zou je een keer echt naar Noordpool of zo willen? Natuurlijk. Of Noorderlicht, dat soort dingen? Ja, maar Noorderlicht kan je op een goede dag ook al in Texel zien, hè. Echt? Ja, maar het moet wel heel gunstig en omstandig. Heel soms komt het voor. Oh. Ja, IJsland, Scandinavië. Ja, ik wil eigenlijk overal heen. Ik heb nog veel te weinig gezien. Ik ben niet verder gekomen in Turkije in mijn leven. Nee, maar het komt omdat je nog niet het geld ervoor hebt kunnen besparen. Nee, maar ja, dat koopt volgend jaar hoop ik dan. Dat is ook het eerste wat ik ga doen. Ja. Dat is het jammer, want Ruben. Is jaar werken en dan eindelijk volle bak. Ja, want Ruben is gewoon heel lang aan het studeren. Dus ja, 10 jaar. Maar niet omdat je het opnieuw doet, nee, je studeert gewoon steeds door. Ja, het duurt gewoon heel lang.
Ja, nee, maar, ik doe helemaal niks opnieuw. Nee, maar daardoor ben je dus al wat ouder. En dat is dus een beetje steeds jouw ding. Van, wow, ik wil eigenlijk ook al bijna kinderen, maar ik wil daarvoor nog reizen en zo. Dus ja. Eigenlijk krijg je dan straks ouder kinderen dan je zou willen. Ja, maar ik denk niet dat het heel erg is. Nee. Wat is dit? Ook wel Ebi. Pittige Ebi, ja. Leuke vraag vind ik dit. Dit zijn dus vragen, dat is echt leuk dat jij dat... Maar ik denk ook helemaal niet, hoe oud wil jij... Jij bent heel vroeg kinderen. Nee. Maar wel echt voor mijn 30ste. Ja, dat is heel vroeg. Want ik nou, ik had eigenlijk dus nu al kinderen gewild in principe, maar sinds ik juf ben, ben ik zoveel onder de kinderen dat maar ik... Maar zou jij niet eerst willen reizen? Jawel, maar... Jij zegt tegen mij dat je ook gewoon heel graag nog zou reizen. Maar ik bedoel, je echt een heel jaar backpack of zo. Het punt is meer, voor jou stond het nooit echt op mijn ding. En nu wil ik het wel. Jou wil ik wel reizen. Maar... Oh. Wat is trouwens van die? Die is lekker. Of niet? Wil jij deze? Die heb jij niet gehad, hè? Wil jij die niet? Oké. Die heb je een pitje. Ik ben, maar als wij door Frankrijk gaan of zo, helemaal in Zuid-Frankrijk met de scooter en zo, dan vind je dat ook heel leuk. Heel leuk met jou. Als we gewoon door steden trekken en dingen, nieuwe dingen gaan zien. Ik vind met jou heel leuk. Ja, het is dat alleen in het groot. Maar, ja, ik weet het, denk ik, ik werk net en dan zou ik dus toch mijn baan moeten opzeggen. Ja, maar je moet het zo zien, dat zou pas over 2 jaar zijn. Ja. En ik heb het er niet over dat ik een heel jaar, maar ik wil gewoon elke vakantie zou ik weg willen. Oh. Dus het is gewoon... Elke lange vakantie. Nou, kijk, jij gewoon heel, met jouw baan, dat is de mazzel, jij met je baan gewoon heel veel vakantie. Ja. Dus ik zou gewoon elke vakantie zou ik weg, want ik neem dan een baan die wat geen vast contract is, maar wel even goed geld verdient. Oh, zodat jij in mijn vakanties. Dus dan kan ik in die vakanties. Opnemen. En na dit jaar, dan ga ik echt volle bak voor mijn opleiding. Dan ga ik proberen, eigenlijk bij mijn afstudeerstage. Afbetalen bedoel je? Nee, ik bedoel zeg maar bij mijn afstudeerstage wil ik eigenlijk een plek vinden waar ik eventueel, als we kunnen gaan werken. Mm-hmm. Nou, dan moet ik kijken, als dat kan, of ik dan ook die flexibiliteit heb met vakanties. Mm-hmm. Hetzelfde vakanties als jij. Kijk of je ook bent. En zo niet, of ik in ieder geval al een lijntje daar heb lopen, dat ik het jaar erop kan gaan werken. Ja. Nou. Zo zou ik het willen doen. Dus maar... Jij bent al 26. Hoe denken jullie daarover? Ben ik heel benieuwd. Heb je echt iets van, ik wil voor een bepaalde leeftijd? Of... Ik denk dat je leven ook gewoon niet moet plannen. Nee. Welke moet ik nu nemen? Ik weet het even niet meer. Oh, ik ga nu wel boeren. Bij de normale tijd dat gaan mensen weer gierig vinden. We hebben altijd van dat ik van alles evenveel wil geproefd willen hebben. Doe gewoon een rondje. Ja. Nou, dat houdt helemaal niet. Ik doe gewoon een rondje, jij doet gewoon wat je wil. Altijd. Dat boeit ook helemaal niks. Nee, maar het is niet sommige mensen pakken, maar gewoon. Maar ik wil niet dat jij alle Ebi opeet of zo. Oh, man. Ik vind het echt zo lekker. Ik geniet er minstens net zoveel van. Ja, doe maar. Ik vond dat een beetje te waterig. Ja, misschien moet ik even mee wachten. Ja, dan kom er ook afhalen, hè? Nee. En wat je wil gaan bereiken in je leven, vind je dat een leuke vraag of moeilijk? Maar ja, dat ik bijvoorbeeld wel echt huisje, boompje, beestje wil. Jij wil gereisd hebben. Ja, maar ik zie zeg maar bij dingen bereiken het leven niet als een huis of een ding. Wat dan? Ik zie het eerder gewoon als een leuke vriendengroep. Ja? Gelukkig zijn. Mm-hmm. En dat hangt niet aan materialistische dingen. Nee, maar ik ook niet materialistisch. Huis, boompje, beestje is zeker niet materialistisch. Jawel. Dat betekent dat je dus een huis wilt. Dat is al het grootste materialistisch. Oh. Ja, ik merk wel dat we het eerst... Hoe lang hebben we dit huis nu? 3-4 jaar. Ja, echt al lang. En eerst woonden we dus samen, toen een partner samen. Ik vind zalm, een beetje rauwe zalm wel heftig in de ochtend. Ja, maar wel op even, hoor. Ja. Maar ik merk dat wij hadden heel veel moeite met dit huis eerst. We vonden het echt klein. We hadden echt behoefte aan onze eigen ruimte. We leren eigenlijk steeds beter om te gaan met dit huis. Dat ik echt niet zeg van, nou, ik zou hier op zich nog wel zo lang als het kan willen wonen, zodat we lekker kunnen sparen. Dat natuurlijk, ja. Weet je, want maar eerst hadden we echt iets van, zodra het kan weg, weet je wel. Ja. Maar dat was dan ook mee met je ouders misschien. Je ouders misschien wat konden regelen voor ons. Ja. Maar weet je, hoeveel mazzel eigenlijk met zo'n huis? Zo chill. Ja, ik had alleen, als ik het nu over mocht doen, dan had ik een huis verder van de weg genomen. Ja, en lager voor de katten. En lager voor de katten, maar dat denk je gewoon niet meer, hè? Nee. En niet op de derde, overwege de warmte. Het is hier zo heet. Dat weet je gewoon niet. Ik kreeg gewoon een bericht. Ja, je mag er 3 huizen kiezen. Wij dachten, yes. Deze hoekwoning, boven, geen herrie. Dit is het mooiste uitzicht. Ik denk, ik moet voor uitzicht gaan. Oh. Oh, die wasabi brandt in mijn tandhals. Het is heel smerig, maar... Oh. Echt last van mijn tandhals. Wat is deze ook weer? Ja, die bewaar ik juist een beetje voor jou. Die is zo lekker. Dat is Ebi.
Maar dit toch ook? Ja, spicy Abby en normale. Maar dat is mijn favoriet. Favoriet? Ja. Dan schrijf de ander in 3 woorden, is dat leuk of niet? Ja. Oké. Moet ik eerst? Ja, ik ga het eten, dan moet ik praten. Zo werkt het dus bij mij, dat jij gewoon chill kan eten. Dat jij het lekker gaat met z'n tweeën. Want ik vind het heel moeilijk. Ik vind je gewoon heel veel humor hebben, dus gewoon heel grappig. Ik vind je ook heel sociaal. Dat zijn ook dingen waar ik op viel. Humor, sociaal. Ik kan ook op jezelf zijn, maar je bent gewoon heel sociaal. En heel, hoe noem je dat? Dat je gewoon heel veel over hebt voor mensen van wie je houdt, voor je vrienden. Je zou alles voor ze doen. Hoe noem je dat? Ben je niet trouw of zo? Heel trouw, maar zeg maar tegenovergestelde van gierig, als het op geld aankomt al. Oh, maar ook qua, je zou altijd uit je bed rennen voor iedereen. Gewoon alles over hebben voor je vrienden, het staat niet egoïstisch. Ook tegenovergestelde van egoïstisch. Soms vind ik dat je juist jezelf wel meer aan jezelf kan denken dan anderen. Dat is waarin wij heel erg verschillen. Ik ben ook heel erg van zorg voor anderen. Maar ik zou het meestal niet ten koste van mezelf doen en jij wel. Dat is denk ik een beetje. Dat zijn denk ik de 3 woorden. Wat speel je dan nu dat je denkt, ik mis nu een woord of zo? Van wat je van jezelf vindt of niet? Nee, dan. Vind je het goed omschreven? Ja. Maar het is ook moeilijk om jezelf in te schatten. Je hebt altijd een beetje een ander beeld van jezelf dan. Maar ik weet dat ik niet gierig ben. Ik weet wel gewoon dat mijn hele leven ben ik gewoon. Ja. Voel dat ook niet. Maar dat is echt niet dat iedereen dat zo is of zo. Dat is wel bijzonder. Nee, en wat ik heel chill vind van mezelf, is dat ik geen jaloezie heb. Mm. Gewoon nul. Ja. Dus ik heb ook niet als iemand iets chiller heeft dan dat ik het heb. Dat ik denk van, ah, oh, hij heeft dat. Dat heb ik. Dat ben ik, ja. Volgens als Frans, die heeft nu die hele dikke auto. Dat vind je gewoon superleuk. Super. Zo zijn mannen denk ik minder snel jaloers. Maar jij bent echt niet jaloers. Ja, maar dan kun je ze wel afkeer hebben, toch? Ja. En ja, het is alleen maar van, wow, droom. Om dat ook ooit te kunnen kopen. Tuurlijk, vind ik gewoon vet, ja. Dat vind ik gewoon heel vet voor hem. Vol, hè? Of niet? Ja. Heel snel. Doordat we het in 2 dagen filmen, gaan we gewoon een hele box opkrijgen. Wil jij die? Nee. Omdat het rauwvis is? Ja, de rauwvis. Dus skip ik even. Ja. Jou zou ik zeggen spontaan. Oh ja. Echt volle bak spontaan. Impulsief. Ja, soms goed, soms niet goed. Eigenlijk spontaan ook wel impulsief. Ja. Weet je? Nee, wel anders. Zorgzaam. En ja, ik zit te denken. Zeg maar een beetje ongeleid. Gepassioneerd? Ja, ook wel. Oh ja, ondernemend. Dat bedoel je echt. Toch, ja. Echt heel ondernemend. Jij bent echt heel ondernemend. Veel ondernemender dan ik ooit in mijn leven zou zijn. Grappig, dat verbaast me nog wel van mezelf de laatste tijd. Ja, jij? Ik wil gewoon wel altijd, maar ik ben niet zoals. Maar daar ben ik ook echt heel trots op. Maar niet, wat sommigen hebben, dat het uit onrust voortkomt. Sommigen moeten iets doen. Nou, ergens heb jij wel dat je echt bezig moet blijven of zo, hoor, de laatste tijd. Ja, ik wil wel altijd een dingetje hebben, maar ik ben niet iemand die dus niet stil kan zitten. Toch? Nou, weet ik niet. Je hebt toch van die mensen die zeg maar alleen maar rust vinden als ze iets doen? Nou, dat heb bij jou dus echt het idee. Dat als jij edit, dat je dan pas tot rust komt of zo. Misschien wel een beetje. Ja, ik kan dat wel echt. Dat is wel moet je wel in de gaten houden. Jij bent zeg maar wel echt van lui op de bank en stink in je leven echt naar ondernemen gegaan en. Dat is wel waar, ja. Ik ben altijd een beetje wat ik heel erg bij mezelf vind passen. Ik had dit eraf. Godzijdank, dus ik ben echt een zieke champignon. Dat ik heel zwart-wit ben. Dus of ik moet heel veel doen, of ik doe niks. Dus ik ben een beetje vol. Ja, ik ook, maar dan bewaar het gewoon nog voor morgen ofzo, of vanmiddag. Oké. Je bent nu echt heel vies aan het doen, je bent nu gewoon rijst aan het eten. Oh, maar we moeten nog een paar vragen doen, dus even maar zo zie je. Ja, we kunnen ook gewoon nu even, laten we nu even een pauze inlassen. Oh, dat vind je niet lekker. Nee, ik dacht ook wel dat ik het niet zo. Boter. Oh, botervis. Wat staat er op je bucketlist? Hetzelfde, dat is het reizen. Maar nog iets? Dat heb ik net uitgelegd, gewoon gelukkig worden, leuke vriendenkring, vind ik belangrijk. Maar niet van ik wil echt nog dat daar en daar hebben gedaan. Ja, ik ben gewoon niet zo plannend. Maar ik vraag me wel of ik ooit zou durven bungee jumpen. Vraag me echt af, omdat ik dus de laatste, hoe ouder ik word, hoe meer hoogtefeestje krijg. Want vroeger had ik abseilde gewoon 40 meter hoogte. Gewoon, ik ging als eerste. Ik ging met de klas en dan, ik liep gewoon achteruit, zeg maar zo die stijger, dat je niet weet wanneer je valt. Dat boeide me echt letterlijk helemaal niks. Dat ga ik nooit doen. En laatst hebben mijn vader gekomen te stijgen, moest ik op zijn dak, moest ik controleren. En ik word helemaal zweethanden, helemaal. Wat? Ja, dat kan ik gewoon. Ja, dat kan gewoon met. Mijn vader had dat dus ook. Die had het vroeger niks en die is nu, kan hij niet eens meer op een krukje staan, bij wijze van spreken. Wow.
Wow, ja, maar dat komt toch als je ouder wordt door je evenwicht of zo? Nee, ja, weet ik niet. Het heeft ook gewoon een soort angst als je weer ouder wordt of zo. Ik weet niet, het groeit echt bij mij. Hm. Ik heb nu als ik achterhoog op de flat loop, dat ik echt niet aan de kant van de reling. Terwijl vroeger ging ik echt kijken. Ben ik bang dat ik er overheen val of zo. Hm. Ik heb het nu al erg, maar ik zou toch nog graag willen bungee jumpen. Parachute springen ook sowieso, maar ja. Ik denk dat ik daar want ik bang dat het fout gaat, zeg maar. Ja, dat je nu te erg in het leven zit, dat je denkt ik wil niet dood. Ja, zoiets. En want je, ja, er kunnen gewoon altijd ongelukken gebeuren. Ik weet niet of ik het dat waard vind, zeg maar. Dat vind ik soms bij dat soort mensen, denk ik van, die zijn dan zo, hoe noem je dat, werkers? Hoe noem je dat? Nou, het punt is, je krijgt natuurlijk juist adrenaline door dat het fout gaat. Ja, maar ik snap soms door mensen met een heel gezin, dan denk ik van ja, dat zou niet kunnen. Want je hebt toch wel een heel gezin die op je wacht. Ja, maar ja, kijk, het gaat een miljoen keer goed, maar het gaat ook een keer fout. Ja. Je zou maar net diegene zijn. Maar ja, weet je, ik denk dat als je gewoon elke dag in de auto zit en je rijdt over de A4, kan het ook elke dag fout gaan. Is ook zo, maar is de kans dus, ook groter of zo, toch? Ja, zeker wel. Dus ja, je moet er ook gewoon niet te veel bij stilstaan natuurlijk. Dat is van de kans dat is groter dan, ik weet niet meer wat het was. Ja. Ik vind die met zalm echt een van de lekkerste, die kleintjes. Ik weet niet waarom. Jij? Ja, ik durf niks. Dus dat soort dingen niet, maar ik zou gewoon heel graag in een serie willen spelen of zo. Dat is mijn grootste droom. Dat is echt mijn grootste droom. Als ik daar aan denk, word ik zo intens gelukkig. Dat wil ik zo graag. Juist, vond ik leuk. Als jullie gaan shoppen, vindt Ruben het dan erg dat hij lang op je moet wachten? Wordt hij dan boos of geïrriteerd? Ja, dat ligt eraan. Als ik gewoon vorige keer in Den Haag, dan ga jij shoppen en dan haal ik gewoon 2 koude biertjes. En neem ik mijn oordopjes mee en dan zit ik gewoon in de zon, gewoon lekker op de bank, gewoon lekker bier te drinken. Dat vind je prima. Met een paar homies naast me, de lokale zwervers. Ga je dan ook gewoon met praten? Dat vind ik het geen probleem, maar als ik echt in een winkelstraat zit, ik kan ergens zitten en dan... Ja, ik heb niet veel geduld, ik ben ongeduldig. In Amsterdam of zo, dan word je echt gek. Maar ik ben gewoon heel ongeduldig, dat is een slechte eigenschap, ik ben ongeduldig. Hij zo echt, dat zeg ik soms wel tegen hem. Ja, ik ben echt ongeduldig. Gaan we de scooter naar Amsterdam, bijna een uur reizen, komen we aan. Ik loop een winkel en ik zeg gewoon, je wil nu al naar huis, hè? We zijn er nog niet. Ja, maar dan pas jij op een bepaald moment ook heel goed bij mij, omdat jij ook heel snel bent met dingen. Ja. Ik wil meer. Maar ik ben niet, ja, in de winkel kan ik wel lang. Ja, maar jij denkt snel. En dat is gewoon fijn als ik ongeduldig ben, is het fijn dat jij snel denkt. Ja. Gewoon überhaupt voor mij. Nou, met algemene omgang. Ja. Die wilde ik eigenlijk. Oh. Ging bewaren tot laatst moment. Echt niet? Oh. Wat is je favoriete sushi? Abby Fry. Abby? Word je vaak herkend op straat? Dat is grappig als jij dat vertelt. Maar ik vraag me dus af, dat als ik nou de hele dag zou winkelen, hoe jij zou houden? Zou ik de hele tijd ook gaan winkelen? Nee, maar stel dat jij dat niet je winkels had. Stel dat aan de straat met alleen maar mannenwinkels. En je zou de hele tijd achterna moeten lopen. Want zo moet je het zien, hè? Ja. Ik haat winkelen, gewoon ook voor mezelf. Dus hoe... Ik vraag me af... Nee, ik kan me echt niet inbeelden. Weet ik echt niet. Hoe jij dat zou trekken? Nee. Of jij dan jij zou ook de hele tijd achter me aanlopen dan? Want jij hebt geen winkels voor jezelf. Nee, ja. Oh, wat vinden jullie? Als iemand achter je vriendin of vriend... Niemand vindt dat leuk. Maar ja, wat moet ik dan? Maar dat vond ik zo fijn aan Rebecca. Maar andere vriendinnen van mij doen dat ook. Die gaan dan achter je aanlopen. Dat kan ik nog niet tegen. Ja, maar als ik in de kroeg zit, dan loop ik ook niet de hele tijd achter maatje aan. Dan heb ik gewoon zelf wat te doen. Ja. Word je vaak herkend op straat? Nee. Wel? Jij wel? Nee, echt totaal niet. Wel? Ik weet wel dat als het gebeurt, doe maar alsof je me niet kent, want ik kan er niet mee omgaan. Ruben is al een paar keer herkend, zelfs zonder mij. Ja, maar dat zou 4 keer in al die jaren dat je YouTube heel weinig. Jij wordt echt... En een collega die zei, ik zag je vriend lopen. Nee, ook, ja, ik word wel gewoon door Weespers herkend. Nee. Want ik ben gewoon een... Een collega die jou niet kent, die kent jou door mijn video's. Ah, oké, okay. Nou ja, dat zou misschien... Je bent echt al een paar keer herkend, hoor, Ruben. Nou, ik denk het wel mee van. Als je wat heb je liever? Ik weet ik vind het alleen echt verschrikkelijk om herkend te worden. Maar jij hebt er ook niet voor gekozen. Ik heb hier nul voor gekozen. Ik zou het ook nooit willen. Ik vind het heel leuk, maar laatst was ik echt best wel een beetje down. En toen moest ik even snel naar de action naar mijn werk. En toen werd ik aangesproken nog voor op de foto. En dat is dan wel een moment dat je denkt van... Ik wil het heel graag nu doen en zo, maar... Maar jij mag echt niet zeuren, vind ik. Jij hebt echt voor dit gekozen. Weet ik, maar, dus maar dat je even inbeeldt. Als je dus heel rot voelt en je moet echt even wat halen bij action. Maar dat is zeg maar de part of the deal. Uh-huh. Jij moet gewoon altijd, als er iemand een foto met je wilt, je gaat het nemen, want jij hebt hiervoor gekozen. Ja. Die mensen die op jou de foto doen, die hebben ervoor gezorgd dat jij nu gewoon een heel leuk kanaal hebt en dingen kan doen die je nu doet. Wat trouwens ook even goed is om even aan te kaarten. Over die haat? Nou, ik ga niet heel veel op die haat hebben, want dat zijn gewoon 9-jarigen die niet weten wat ze aan het doen zijn. Maar wat wel even goed is om te vermelden, dat als jij dingen krijgt, je krijgt het niet zomaar om te krijgen.
jij moet dat verwerken in een video. Je moet die video moet je gaan editen. Dus het is gewoon een uurloon. Jouw uurloon is alleen dan niet in geld, maar in natura. Mm-hmm. Dus mensen moeten stoppen met het beeld van dat jij zeg maar een soort hebberig iemand krijgt die alleen maar van alles krijgt. Je werkt er gewoon echt voor. Je werkt er ook echt keihard voor. Je bent 5 dagen per week bij je juf. En ik ben oprecht heel blij met mijn spullen die ik krijg. Als mensen als ik een slijmbal ben. Nee, maar jij selecteert ook wat je wil en wat je niet wilt. Maar dat moet allemaal verwerkt worden in het video. En dat moet ook allemaal geëdit worden. En als je ziet hoeveel uur je uiteindelijk bezig bent met alleen al verwerken en dan in zo'n video, dan is dat gewoon, valt dat best wel mee allemaal. Mm-hmm. Het is gewoon een beloning voor het werk wat je levert. Het is niet zo dat je op de bank zit, niks doet. Nee, de bedrijven zijn er misschien nog blijer mee dan ik. Ja, maar je edit ook zelf, snap je? Kijk, het is niet zo dat alles maar voor je gedaan wordt. Mm-hmm. Dat je alleen maar ontvangt en niks doet. Dus ik denk dat beeld moeten mensen maar even... Maar ik film zelf ook. Dat sowieso. Ja. En verder moet je ook helemaal lekker niks aantrekken, want het is grotendeels gewoon jealousy. Maar dat zijn niet eens de eerste haatcomments hoor die ik krijg. Nee, dat doe ik niet zo goor, schat. Je ziet echt al die haren boven je bak zien. Ja. Zo simpel is het. Ik heb voet komen. Ja. Nu 1 vraag gaan stoppen. Nee, ik ben heel niet meer. Waarom niet? Ik wil lekker op de bank liggen. 1 vraag. Waarom? Jij bent ook moe. Ik zoek wel 1 leuke vraag. Ja, zou je liever elke dag sushi eten 3 keer per dag of nooit meer? Nou, nooit meer. Dus wie ziet dan? Nee, tuurlijk. Je wil dan niks 3 keer per dag eten elke dag. Nee. Zullen we afsluiten? Oké, sluit jij maar af. Dus als jij zegt duimpje omhoog, doen mensen het wel. Dan zijn wij 300 en dan stopt het. Duim omhoog. Nu. Subscribe. Kijk de video's hiernaast. Het is toch jammer als je 20.000 views hebt en 300 duimpjes omhoog. Ja, doe gewoon niet wees niet gierig. Doe gewoon normaal. Wees gewoon gul. Hou van het leven. Druk op het duimpje. Maar wat maakt het eigenlijk uit of je op een duimpje... Oh, kom je beter tevoorschijn. Ja, het is gewoon beter voor YouTube. Die zegt van mensen... Want ik krijg heel veel lieve reacties, maar nog weinig duimpjes. Dus druk het duimpje in. Nou, heel erg bedankt voor het kijken jongens. Ik hoop dat jullie het leuk vonden dat ik eindelijk een mukbang met Ruben had. Misschien was het tweede deel leuk, want het eerste deel, ik weet het nog, gisteren werden we van helemaal gek van alle irritante dingen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Bedankt voor het kijken. En tot volgende week met een nieuwe weekvlog en een nieuwe video het weekend. Doei!